is al het wat ik eigenlijk al super lang doe, dus ik kan eigenlijk niet anders gedaan dan dat. Hè. Ik kan eigenlijk geen ander leven dan dat. Dus een beetje, soms is het een beetje zielen, maar soms is het ja, een passie. Ja. Ik ben al 14 jaar, eigenlijk al 14 jaar kunstacademie gedaan. Vroeger had ik zo het dilemma van, ik ken niet echt de stijl, ik probeer me zo te vinden in graffiti, probeer me dit, dat. Want dan had ik zo me ervan af, gezet. En nu is het zo meer, doe gewoon wat ik wil en doe gewoon mijn eigen stijl. Ik ken influence van zowel graffiti, street art als hip-hop. Maar ook van, ik zie al een redelijke geek in geschiedenis. Dat komt er ook wel nog in voor. Maar ja, ik zei het juist van ja, dat ik ook nog redelijk beïnvloedbaar ben van geschiedenis. Met nu Wereldoorlog 1, dat is een redelijk gevoelig concept aan het worden. Het is 100 jaar bestaan. En ondertussen ben ik al meer dan 4 jaar bezig ermee. Met mijn gasmaskers te tenen. Ik ken mijn eerste tening dat ik gemaakt dat was eigenlijk als protest van die crisis daar in Griekenland. Ik kan er een paar fotootjes te zien met mijn gasmaskers en al van die dingen. En die Grieken dan dat in opstand te komen tegen de politie. Maar naarmate dat de tijd vordert, is dat gewoon meer iets, ja, een uitlaatklep. Ik ken er niet echt. Soms is het een beetje doordacht en soms is het eigenlijk gewoon voor de fun. Dat is misschien een beetje raar wat te zeggen, maar dat iets eigenlijk een soort brand wordt. Dat zou wel cool zijn. Doe eigenlijk gewoon mijn ding. Allee, je moet eigenlijk een leuke sfeer hebben. Ja. Je moet niet doen voor het geld, anders maak je een beetje shit. Voornamelijk luister ik dan naar hip-hop en al, ondertussen. Bezig zijn. Los van de gasmaskers en al, doe ik bijvoorbeeld ook portretten van hip-hop artiesten en al. Bijvoorbeeld onlangs was het van Action Bronson en al. Biggie Smalls, een van mijn favorieten. En ja, dat is iets, ja, dat hip-hop is te hun voor ik. Het is ook iets van dat ik mee opgeroeid ben. Allee, niet van in de street, boy. Maar mijn broer had, was nog een redelijk huge fan van Tupac. En ik was nog maar 12, 13 jaar of zo. Ik had en voor te pesten, ja, een beetje uitdagen, had ik gewoon een cd gekocht van Biggie Smalls. Hij kostte niet zo goed tegen. En sindsdien is dat een beetje uitgeroeid, een beetje uit de hand zelfs. Van zelf, tatoeage en al laten zijn van Biggie Smalls. De inspiratie daarvan, van bijvoorbeeld van de hiphop, gewoon meer in het graffiti gedeelte ligt. Go with the flow, niet te veel. Okay. Gewoon doen. Nu niet, nee. Ik ben niet bezig aan een masterpiece. Ik heb wel 2 weken geleden een werk gezet in het Keizersviaduct in Gent. Dus het was wel nog redelijk groot. 3 meter hoog en ik denk iets van 5 meter breed of zo. Wauw. En vorige week was het de amateurkunst in het politiegebouw. Door de politiegebouw het Beursplein heb ik ook werk gezet van 2,40 op 2,40. Dus aan die stukken zit ik ongeveer 3 uur, ja, zoiets. 3 uur en een half. Ja, maar het was wel koud, dus ik kan er wel eventjes langer over. Nu, met dat zomer is, het is warmer aan het worden, wil ik wel iedere week een piece kunnen zetten. Bijvoorbeeld in Gent, in Brussel, Antwerpen of zo. Maar ik ontwerp ook t-shirts en zo. En, yeah. Maar ik probeer eigenlijk zo probeer niet te basic te denken over het ding. Ik heb misschien wel een bepaalde basic stijl, maar probeer niet met medium basic te doen. Alleen van papier naar computer, naar muren, naar logo's, alles. Pff. Ja, want ik ga eigenlijk zien, het is het enige dat ik eigenlijk wil doen. En ik wil. Het is daarmee dat mijn brood wil verdienen, dus ja.